Hallo kijkers van Shine Spies, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd bij de inhaalwedstrijden bij de Europa League en natuurlijk bij de wedstrijden die zijn voorspeld voor speelronde 24 van de Eredivisie. Maar laten we eerst eens naar die inhaalwedstrijden gaan kijken. Willem II ADO werd 1-1, waar ze dus allebei helemaal niks mee opschieten. En Groningen Feyenoord werd 0-0 en daar schieten ze allebei ook niks mee op. Die staan ongeveer ook een beetje op dezelfde plaats. PSV won met 2-1 van Olympiakos, maar daardoor zijn ze helaas niet door. Sad voor Nederland. En Ajax won met 2-1 en daardoor zijn ze wel door. Want die hadden een beter resultaat uit bij Lille. Dus we gaan Ajax nog even volgen in de Europa League. Dit waren de uitslagen van speelronde 24 van de Eredivisie. En echt, ik kan er gewoon niet meer bij houden. Zulke rare dingen die er vaak gebeuren. Maar in ieder geval, PEC Heerenveen werd 4-1. FC Utrecht verloor met 0-1 van Emmen. ADO RKC werd 0-0. Vitesse tegen VVV werd 4-1. Heracles speelde 2-2 gelijk tegen FC Twente. Sparta verloor met 0-2 van Willem II. Groningen won met 1-0 van Fortuna Sittard. PSV Ajax werd 1-1 en AZ won met 4-2 van Feyenoord. Dan gaan we naar de ranglijst. Ajax staat bovenaan met 57 punten. Dan komt PSV met 51 punten. AZ staat derde met 49 punten. Dan komt Vitesse met 45 punten. Feyenoord staat vijfde met 43 punten. Dan komt FC Groningen met 42 punten. FC Twente staat zevende met 35 punten. FC Utrecht staat achtste met 34 punten. Fortuna staat negende met 31 punten. Dan krijg je Heerenveen met 30 punten. Heracles staat elfde met 29 punten. PEC staat twaalfde met 26 punten. Dan hebben Sparta en RKC allebei 23 punten. Staat VVV op de 15e plek met 22 punten. Willem II staat 16e met 17 punten. Dan hebben we op nummer 17 ADO Den Haag met 15 punten. En onderaan staat FC Emmen met 12 punten. Dan was dit de voorspellers top 8. VDH Carspots is de weekwinnaar geworden. Dus weer een keer iemand die niet in de top 8 staat. Luc heeft de nummer 1 plaats weer overgenomen. Die heeft nu 199 punten. Dan komt Maaike met 195. Nax staat derde met 185 punten. Dilano vierde met 182 punten. Jarno volgt op de voet met 181 punten. Dan krijgen we Jesper met 179 punten. Tijn staat 7e met 176 punten en Novio Magum staat 8e met 174 punten. Dan zijn dit de halve finales van de KNVB-beker. Heerenveen moet thuis tegen Ajax en de Vitesse ontvangt in Arnhem VVV Venlo. De winnaars van deze twee wedstrijden bepaalt natuurlijk de finale voor de KNVB-beker van dit jaar. En dan hebben we hier de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 25 van de Eredivisie. FC Emmen moet tegen Sparta. Feyenoord ontvangt VVV. FC Twente moet tegen Willem II. Heerenveen ontvangt ADO Den Haag. RKC moet in Waalwijk tegen FC Utrecht. Ajax ontvangt FC Groningen. Fortuna moet thuis tegen PSV. Heracles moet thuis tegen PEC Zwolle. En Vitesse ontvangt AZ. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je heel graag weer de volgende aflevering bij Eredivisie Voorspellen. Adios, amigos.